U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolken over Nederland, maar er is ook zeker ruimte voor de zon. En de wolken zijn redelijk vriendelijk, want op de meeste plaatsen is het gewoon droog. In de ochtend misschien een enkel buitje in het noorden. Verder dus nog wat wolkenvelden in het zuiden, maar zeker ook de zon en een graad of 10 op de thermometers. Vanmiddag loopt het kwik nog wat verder op en dan wordt het 12 of 13 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Mogelijk een enkele bui, vooral in het noorden van het land. Verder is het droog met geregeld zon en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en ook dan zien we nog steeds opklaringen. De temperatuur daalt langzaam naar 10 tot 13 graden en blijft wel doorwaaien. Dan naar morgen, een heel andere dag met mogelijk nog een beetje zon in het zuidoosten. Maar verder is het bewolkt en van het noordwesten uit gaat het regenen. Die regen houdt wel enige tijd aan. In de avond klaart het langzaam weer op. Het wordt 12 tot maximaal 16 of misschien wel 17 graden in het zuidoosten. Dan dinsdag, een andere dag met zonnige periode, maar zeker ook buien. Eerst vooral langs de kust, later landinwaarts. 13 tot 15 graden. Temperatuur verandert de dagen daarna niet of nauwelijks. Geleidelijk neemt de kans op neerslag wel iets af. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.